Daar klinkt het ja, daar komen ze aanstormen. Daar liggen de eerste al op de grond, die zijn weggegleden. En deze horde rent achter ons uit, daar duikelen ze over elkaar. Jongens, doe toch voorzichtig, want de schaatsen zijn nu al beschadigd. Wij over de weg naar beneden. En toen dacht ik het eerst, schaatsen om me binnen en dan zien vooraan te komen. En dat ging vrij goed. Bij het ijs waren banken neergezet. En er waren van die magnesiumlampen. Die hadden de boel verlicht. En ik kwam weer bij het ijs. Op dit eerste traject al moeten veel rijders de tocht staken door bevroren ledematen, opgelopen verwondingen en kapotte schaatsen. Dat het ijs hier en daar verlicht werd. ...20 in de kopgroep. Albert Wijs bereikt als eerste van een groep van 20 rijders de controlepost Sloten. Deze groep, waarin zich onder andere bevinden Anton Verhoeven, Jean van der Berg, de gebroeders Uitham en de nieuwkomer Reinier Paping, vertoont hier nog geen spoor van vermoeidheid. Maar dan, tegenwind vanaf Stavoren, dat was niet best. In het kleine havenstadje Hinderlopen vallen de rijders om 9:30 ochtends binnen. De koude mist heeft mutsen en truien overdekt met een witte rijplaat. In Hinderlopen moesten de rijders over de zeedijk naar de haven lopen. Klunen heet dat hier in Friesland. Waarbij een zekere Reinier Paping ten val komt. Van deze plaats gaat de rit over het IJsselmeer naar Workum. Toch heeft die Paping samen met Jean van den Berg de leiding genomen wanneer de groep de haven verlaat en de witte vlakte van de tot ijs gestolde binnenzee oprijdt. In Workum komt er reeds tekening in de strijd. Reinier Paping uit Ommen laat hier om 9:45 zijn kaart afstempelen. Zoals in meer elfstedentochten is voorgekomen, vindt de grote slag in deze wedstrijd plaats tussen Workum en Bolsward op de Paragastervaart. In een moordend tempo, op buitengewoon slecht ijs, trekt de 31-jarige Reinier Paping de kopgroep uiteen. In enkele minuten is de grote kopgroep in vele kleine groepen uiteengevallen. Als ik doorgegaan had, dan had ik misschien daar al afscheid kunnen nemen van die jongens. Met een voorsprong van 1,5 minuut op Uitham, Verhoeven en Van der Berg arriveert hij als eerste in Witmarsum. Als hij hier alleen binnenkomt, heeft hij een voorsprong van 3 minuten op zijn naaste concurrenten. Het spreekt vanzelf dat hij zich geen tijd gunt om eens even uit te blazen. Bij de wedstrijdrijders gaat het immers om de eer van de overwinning. Paping begint nu aan het zwaarste gedeelte van de hele tocht, pal tegen de felle noordoostenwind in. We zeiden nou, hij moet nog bijna 80 kilometer. Alleen red je dat toch niet tegen die harde wind. En normaal gesproken is er ook zo. Na Harlingen blijkt dat Paping de voorsprong iets heeft weten te vergroten. De tweede groep bestaat uit slechts 2 rijders. Verhoeven en Uitham.
Jean van den Berg is in Harlingen achtergeraakt. Vijf voor twaalf laat Paping in Franeker afstempelen. En dan kom ik in Franeker en dan hoor ik dat ik dus 9 minuten voor lig, geloof ik. En dan begint bij mij de gedachte van, God, stel je voor dat je alles te kunnen winnen. En dan begint het, ja, in jezelf, maar niks anders denken om het verder goed door te gaan. Pas 10 minuten later volgen Uitham, Verhoeven en Van der Berg. De laatste 70 kilo. Ik kan het beste vergelijken met een zandstorm. De toenemende noordooster, de alles doordringende stuifsneeuw, het slechte ijs en niet in de laatste plaats de eenzaamheid beuken zwaar op het moreel van Paping. Voor Bart. En hier, dames en heren, weer in Bartlehem. In het noordelijk poolgebied van de Elfstedentocht hebben we nieuws. Bartlehem, op de splitsing naar Dokkum, ziet het publiek hem met een veilige voorsprong van 8 minuten voorbij komen. Op de vraag van een reporter antwoordt Paping dat hij zich nog fit genoeg voelt om de wedstrijd uit te rijden. En zo, vol goede moed, slaat hij de richting Dokkum in. In Dokkum, om 3:13, is de voorsprong van Reinier alweer opgelopen tot 12 minuten. Hij kan zich dus enkele minuten rust permitteren. Als ik in Dokkum kom, ga ik misschien even op het controlehokje zitten. En ik krijg een stukje brood. Aan mijn eigen eten denk ik helemaal niet. 12 minuten zou de voorsprong van Paping dus bedragen. Ik neem maar aan, dames en heren, dat u hem op uw beeld op het ogenblik al ziet. Nu komt Paping dus uit noordelijke richting hieraan. Zal dan, daar is hij, Paping. Afval! Is Paping de laatste kilometers ingegaan over de Oudkerkster E, de Oudkerkster Vaart. En hier komt dan het ploegje dat Paping achtervolgt. En de achterstand is toegenomen. Ja, die achterstand is veel te groot geworden. Jean van den Berg en Uitham. Ik dacht, nou, er zit een kans in om tweede of derde te worden. En zo ben ik met Jijn verder getrokken. Je bent helemaal kapot en je bent al lang blij dat het nog gaat. Dus wij zijn met z'n tweeën teruggegaan naar Bartlehem. En zo linksaf richting Oudkerk. En het begon steeds meer te stuiven, die sneeuw. Dus we waren bang dat we nog ingehaald zouden kunnen worden door Appie Wijs, de nummer 4. Dat stukje van Bartlehem naar Oudkerk kon je helemaal niet meer schaatsen. Want daar was helemaal geen baan. Dat stuk hebben we gewoon moeten lopen. Uitham en Van der Berg naderen moeizaam het eindpunt. Vooral Van der Berg heeft het bijzonder moeilijk gehad, omdat hij volkomen sneeuwblind is geworden. Links, rechts, rechts, links. Zo zoek je een klein stukje goed ijs. En nog mensen aan de kant. En dan zeggen ze, 6 kilometer. En eentje verder vraag ik, hoe ver nog? 8 kilometer. Dan denk ik bij mezelf, komt er nooit een eind aan. En dan zie je in de verte alles zwart. Ik denk, daar is denk ik de finish. En dan kom je dichterbij en dan kom je door een massa mensen. En dan vraag ik, waar is de finish? Want ik zie niks verder. Ja, onder dat draad door wordt er gezegd. En daar komt Reinier binnen met de handen omhoog. Met de donkere bril op. En bravo Reinier. De laatste meters rijden we met hem mee. En we krijgen de kans achter hem aan. Reinier, winnaar van de Elfstedentocht. Nummer 157 komt daar binnen. En daar wordt hij onder de streep. En toen kwam ik als tweede binnen. En Jenny kwam een paar minuten later. Helemaal als een sneeuwman. Ben ik toen binnengekomen. Verschrikkelijk.
Hier Papink. Met 21 minuten voorsprong. Hier vandaag. Deze zware ijsmarathon heeft gewonnen. Heeft ons dat overtuigen gebracht aan het bestuur te moeten voorstellen om Reinier Papink van deze voortreffelijke prestatie definitief als winnaar van deze Elfstedentocht te benoemen. En het bestuur heeft zich hierbij aangesloten. Ik dank u wel. Het gejuich dat opklonk verried de instemming van de aanwezigen met deze beslissing. Ook Uitham en Jeem van den Berg werden gehuldigd. Maar de meeste bewondering gold toch wel de 31-jarige Rein Papink, die in zijn eerste barre Elfstedentocht een onvergetelijke zege behaalde.